Mijn naam is Dennis Pier. Ik ben 18 jaar. Afgelopen jaar een studie gestart. Niet afgemaakt, want het past niet echt bij mij. En nu ben ik bezig met het project Fietsen voor Parkinson samen met Evert. Welke studie was dat? Ik deed bestuurskunde in Amsterdam. Ja, ik ben Evert Schonewille en 18 jaar, net geworden. En ik ben gestopt met mijn studie bedrijfseconomie. Maar dat was het gewoon niet. En nu gaan we nu fietsen voor Parkinson, ja, naar Barcelona. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te gaan doen? Nou, dat mag Dennis vertellen, denk ik. Nou ja, we hadden allebei geen studie dus. Het is allemaal vrijdagavond een keer in de kroeg. En toen hadden we zoiets van, ja, wat gaan we nu doen? Gaan we alleen maar een beetje werken en sporten? Nou, dat leek ons een beetje eenzijdig. Dus we hadden zoiets van, nou, we kunnen wel een reisje gaan maken. En dat was eerst een beetje backpacken, dachten we aan, of vrijwilligerswerk. Maar dat, nou ja, dat was het niet helemaal. Dus toen uiteindelijk kwamen we op fietsen. En nou ja, ook zo fietsen naar Barcelona, dat leek ons wel een mooie uitdaging. Een uitdaging op verschillende punten. Dus nou ja, helemaal leuk. Helemaal goed. Helemaal geweldig. En jullie doen dit ook voor een goed doel. Ja. Hoe zijn jullie daarop gekomen? Of zal ik het aan jou vragen? Ja, nee. We gaan voor Parkinson fietsen. En dat heeft te maken omdat mijn oma, die is er onder andere aan Parkinson overleden. Je kunt niet echt aan Parkinson overlijden, maar onder andere aan de gevolgen van. En het was wel mooi, want we zaten te denken van ja, we kunnen deze fiets toch wel maken. Alleen het is wel mooi als ze nog een goed doel aan kunnen koppelen. Het staat ook gewoon netjes en Parkinson is toch wel een emotioneel raakvlak van ons. Of nou, in ieder geval van mij. Dus ja, daarom. Wat is de planning? Hoe lang denken jullie erover te doen en welke route denken jullie af te leggen? Aan wie mag ik het vragen? We hebben boekjes besteld. En die boekje staat precies ingeschreven hoe je vanuit Eindhoven naar Barcelona komt. Dus de eerste dag is het doel om in Eindhoven te komen. En daarna die route te fietsen. En dan is het helemaal goed. Het is in totaal 1800 kilometer. En dat willen we afleggen in 22 dagen. Dus dan hebben we ook een paar rustdagen ertussen zitten. Dat is ook wel handig. En dan verder gewoon 100 kilometer per dag. Dus dat is het doel eigenlijk. Hebben jullie hiervoor getraind? Ja, nou ja, het is zo dat wij hebben allebei werk en sporten, dus we hadden eigenlijk niet zo heel veel tijd. We hebben één keer naar Den Bosch gefietst voor 150 kilometer samen. En vervolgens had Dennis eigenlijk niet zo heel veel tijd om te trainen. Vervolgens heb ik wel zelf wel ongeveer rond de 900 kilometer gefietst, dus ik heb ja, wel een beetje voor getraind. Ja. Nou, leuk en spannend ook. Ik zie dat jullie sponsoren hebben. Kunnen jullie vertellen welke dat zijn? Nou ja, we hebben een hele hoop sponsoren gehad. Anders hadden we dit niet kunnen doen, zeg maar. In eerste instantie werken we natuurlijk samen met de Parkinson. En ja, dat staat hier ook op het logo. We hebben de fietskleding gesponsord gekregen. Dat is dan bij de bedrijven die ook op onze shirtjes staan. En die hebben wij fietskledingvoordeel.nl, dat is de site. En daar hebben we alles goed. We hebben de fietsen geregeld bij Hans Grevorst in Leusden. Fietswereld, en dat is ook helemaal top. Daar hebben we ook goede afspraken mee kunnen maken. Dus dat is ook fantastisch. En verder zijn we gewoon druk bezig met het ophalen van geld. En zorgen dat er zoveel mogelijk binnenkomt voor de Parkinson. Ja. Fantastisch. Ja. Ik wil jullie heel veel succes wensen. En heel veel plezier vooral samen op weg. Is er ook een blog waarop wij jullie kunnen volgen? Ja. Op facebook.com/fietsenvoorparkinson. En dan gaan we proberen elke dag, als we even wat internet hebben ergens, gewoon even kijken of we wat kunnen posten. En dan zo iedereen op de hoogte houden. Nou, super. Ja. Bedankt. Ja. Een hele fijne reis. Ja, dankjewel. Helemaal goed. Het zal goed komen, ja. We houden jullie op de hoogte. Ja, dankjewel. Okay. Goedemorgen, ik ben Colin de Roos, ik kom vanuit de Parkinson Vereniging. Een paar maanden, denk ik, geleden, of ik denk een maand of twee, drie geleden, kwam er bij ons op kantoor een mailtje binnen van deze twee heren. Met het verhaal, wij willen graag wat voor jullie doen. Zouden wij eens langs kunnen komen om dat te bespreken? Nou, wij hebben dat op kantoor besproken en toen hebben we eigenlijk allemaal meteen gezegd, wat is dit een geweldig initiatief dat de jongens voor ons en voor de vereniging, voor alle mensen met de ziekte van Parkinson op stap gaan. Dus we hebben een afspraak met hen ingepland. Ze zijn bij ons op kantoor gekomen, keurig met een plan uitgeschreven. We hebben mapjes gekregen met alle informatie. En vanuit daar hebben we afspraken gemaakt waaraan zij aan het werk zijn gegaan. Ze zijn zelf sponsors gaan zoeken. Ze hebben eigenlijk zelf een hoop gedaan. En vanuit het kantoor is er ook het enige werk geweest. Wij willen jullie vanuit Bunnik in ieder geval alle sterkte toewensen. Alle plezier ook vooral toewensen. En we hopen jullie te spreken weer.
nadat jullie terug zijn gekomen in Barcelona. In ieder geval een hele goede reis alvast. To be red, and violets to be blue. Why isn't my heart?